Anne, wat moet LeBron doen om dat record te verbreken? Wat is er nodig? Hij heeft nog 63 punten nodig. Ja. En als we dan even rekenen, zijn gemiddelde ligt nu op 30,1 punten per wedstrijd. Mm-hmm. De laatste tijd op 31,1, de laatste 5 wedstrijden, geloof ik. Dus als je even snel rekent, 63 punten, dan zitten er dus 2 of 3 wedstrijden. Als jij dus een kaartje hebt voor de tweede wedstrijd tegen OKC, dan zit je met bibberende benen, want dan kan hij het halen. Maar het zou ook kunnen dat hij op... Nou, dat hij 2 punten tekort komt. Ja. En dan zit je daar... Maar die wedstrijd is wel het leukste, denk ik. Maar hij weet het natuurlijk zelf ook. Dus hij is ook wel on fire waarschijnlijk. Francisco, absoluut. Hoe bijzonder is dit? Nou ja, als jij 92.000 euro hebt, of dollar hebt, dan kan je er naartoe. En dan heb je een kaartje. Maar dit is heel bijzonder natuurlijk. Want de meeste spelers die halen dat gewoon niet. En de grootheden zoals Michael Jordan en Kobe Bryant en Shaquille O'Neal, die hebben dat niet gehaald. Die hebben het niet gehaald, hè? Want het is vanwege waarschijnlijk blessures die ze hebben opgelopen. En deze man die spendeert miljoenen om zijn lichaam helemaal in tip-top shape te houden. En die flikt het gewoon. Of die gaat het flikken. Want jij hebt tegen hem gespeeld ook. Hè? Je hebt zelfs meer dan 10 keer, begreep ik. Je hebt zelfs van hem gewonnen in 2000. Nou, je hebt niet individueel van hem gewonnen. Je wint hem als team natuurlijk. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ja. Bescheiden, hè? Heel bescheiden. Wow. Maar in 2007 was dat, toch? Ja. Hebben jullie als team van zijn team gewonnen dan? Ja. Hè? Ja. Hoe was dat? Nou ja, toen was hij nog niet zo goed. Dus als wij hem waren tegengekomen in de periode dat hij heel goed was, dan hadden we zeker niet gewonnen. Maar dat was... Nou, kijk, het hele scouting report gaat dan over hem. Hè? Hoe stop je hem en wat moet je doen? Dus je bent als team helemaal gefocust op LeBron James. En hij is zo'n goede speler dat die andere ploegmaatjes er makkelijk bij kan betrekken vanwege zijn complete spel. Dus hij is gewoon all around de beste speler die je ooit hebt gezien. Waar dus zit hem dat in dan? Ja, passen, schieten, scoren. Hij kan alles. Hij kan een beetje van alles. En hij is kleiner dan ik, maar hij is gewoon massief. Hoe lang ben jij? Hoe lang?